Jordi, je gezicht spreekt boekdelen. Wat gebeurde er allemaal? We zitten gewoon niet lekker in de wedstrijd. We voetballen niet goed, we leveren te weinig strijd. En uiteindelijk verlies je die wedstrijd terecht. En helaas met de grote cijfers. Ja, thuis was er eigenlijk niet zo gek van aan de hand. Je wint gewoon met 2-0. Er wordt geen uitdoelpunt gemaakt door RKC. Je hoeft eigenlijk maar één keer te scoren en je bent er. Waar ligt het dan aan? Waarom gebeurt dat niet? Ja, moeilijke vraag. Als ik dat wist, dan hadden we waarschijnlijk niet verloren. Maar ik heb geen idee. Ja, je zegt al, er was niks op af te dingen. RKC tikte jullie bij vlagen van de mat. Is dat een stukje onderschatting? Is het een stukje, we zijn er al? Wat is dat? Ja, wat ik zeg, ik heb geen idee. We hebben gewoon te weinig strijd geleverd. En vanuit daar begint het eigenlijk altijd. We waren gewoon geen team vandaag. RKC heeft terecht gewonnen. Je gaat na dit seizoen waarschijnlijk gewoon weer terug naar Heerenveen, neem ik aan. Wat zou jij als redelijke passant mee willen geven aan dit team voor volgend seizoen? Ja, ze moeten gewoon vertrouwen hebben in elkaar. Gewoon als team spelen, want in de wedstrijd dat we dat hebben gedaan, hebben we gewoon goede resultaten behaald. En die jongens, dat komt wel goed, denk ik. Wat werd er net nog in de kleedkamer gezegd, of wil je dat liever voor jou? Hè? Ja, dat is iets voor onszelf. Maar de sfeer zal wel graf zijn geweest. Ja, dat is niet best, nee. Ron, je begint deze wedstrijd met een comfortabele 2-0 voorsprong. Wat ging er mis? Ja. Vlak voor rust krijg je die tegengoal. Een paar minuten daarvoor krijg je een situatie met Jordi die 1-1 op de keeper afgaat. Kan het ook 0-1 worden. Nu wordt het 1-0 voor RKC. Ja, dan zie je bij ons de twijfel toeslaan, bij hun het meer het geloof. Na de tweede helft valt het onder de 2-0 en dan vlammen we helemaal. Maar goed, we hebben natuurlijk ook qua beleving, qua strijd, een paar zaten niet lekker. En dan is er veel van het goede. Waar ligt het dan aan? Is dat aan de ene kant dan misschien onderschatting of is het juist misschien de spanning? Ja, misschien de spanning. Ik weet niet. Ik denk die onderschatting, dat verwacht ik niet. Ik hoorde net van, het is een beetje het hele seizoen al zo geweest, weet je wel. Met ups en downs en het vrij labiel is de groep, weet je wel. Maar goed, er waren een paar vandaag niet thuis. En op het moment dat je niet thuis bent in zulke wedstrijden, of te veel, dan één of twee kan nog. Ja, dan leg je het af. Dan leg je het af. Nou, je hebt eigenlijk nog niet verloren onder jouw leiding. En vandaag gebeurt dat wel. En ook iets heel bijzonders voor NEC, er worden geen goals gemaakt. Hoe kan dat dan, dat die voorhoede spelers zo niet thuisgeven? Ja, dat kun je best aan hun vragen. Kijk, we scoren over het algemeen de laatste weken vrij makkelijk. Het verband is ook RKC voeren ook die veel goals maken. Dat was bij ons ook niet gebeurd. Ja, en wij scoren hier ook niet. We hebben één goed moment gehad met Jordi, 1-1 op de keeper. Ook Kita de tweede helft een keer een schot. Ja, daar gaat het dan wel om, dat je een goal maakt. Dan maak je het jezelf ook een stuk makkelijker. Over twee wedstrijden gezien, is het nu terecht dat de RKC doorgaat? Ja, vind ik wel. Nou, we over het algemeen, als ik alles optel, de beste kansen gehad. De meeste kansen volgens mij ook. Dus vind ik wel. Je bent in principe even aangenomen voor de korte termijn, om het even voor de rest van het seizoen op te lossen. Wat denk je naar volgend seizoen toe? Wat zou je de team mee willen geven? Ja, dat je altijd je stinkende best moet doen. En of het nou een oefenwedstrijden zijn of een competitie of een dit soort wedstrijden. Gewoon je stinkende best doen. En op het moment dat je stinkende best doet, kom je kwaliteit bovendrijven. Want dat mis ik soms wel eens aan. Is dat een beetje de crux van dit seizoen? Te weinig het best gedaan? Ja, dat weet ik niet. Ik kan hier oordelen over mijn periode daarvoor, waar we thuis was en wat ik gezien heb. Maar dan zie je soms ook wel dat je denkt, het echte gif, de echte wil. En dat ontbreekt soms wel eens. Volgens mij ben jij wel bij uitstek iemand die dat over kan brengen. Zie je niet een rol voor jezelf weggelegd bij de staf volgend jaar? Nee, kijk, ik ga terug naar de belofte. En er zal waarschijnlijk een nieuwe hoofdtrainer komen. Adriaan en Rogier zullen erbij blijven. Misschien dat Adrie het gaat doen, zal ook zo kunnen. Ze met z'n tweeën oppakken. Maar goed, dat is iets voor de directie.